Wij hebben nog iets waar we mee gaan afsluiten hier deze editie van de Hefvermogen Special op lijn 5 van X. En hij gaat zo. Bondi. Hoofdvliet, salam, pla, bang, 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 la des. Yeah. Ik motiveer mezelf, ik huur een bak met mijn laatste money. Jij zit liever in de shop met je laatste donnie. De bang bros, banger hoes, enge flows en shit. Slengen coke, ik ben boos met dit. Ik was broke, maar nu pak ik mijn brood. Al je mannen zijn slow, skeren niggas, jullie pakken geen shows. Terwijl we springen uit de bak, zo van vieze niggas zijn hier. Veun een kwartier en neem je bitch mee. Zit in Hoogvliet, ik ben nog steeds. Alleen mijn bak verandert elke week. Niggas zeggen me steeds, waarom koop je niet je hoeptie? De popo, hoeft niet te weten wat ik push, G. Geef me een H, geef me een E, geef me een F, geef me een Bondi. Die rappers zijn weg, ik doe mijn best zodat ze kunnen haten. Woei voor mijn dress, moes voor tatoeages. Bondi. Ik heb nog één voor die niks, man. Even scrollen. Yeah, Blackberry up in this. Yeah. Ik moest de huurbak even ruilen voor een snodder. Check me daar. Eerst even naar de shop en dan breng je me naar de studio, 11 uur ben ik klaar. En dan wil ik naar een bitch, ik heb er een paar. Check me 's ochtends, rond een uur of 9. 10 uur in de buurt, fucking regen. Rij even langs de bakken, want ik moet wat eten. Deze weekend weer een show, nog een beetje peper. Tuurlijk heb ik dromen en hele grote plannen. Maar mijn mannen blijven praten over overvallen. Mattie van me heeft een waggie gekocht. Een week later op de sporing verzocht. Een week later weer die waggie verkocht. Zag hem gisteren op de blok. Ik moest voor hem sturen en we reden naar de shop. En hij gaf me nog een kop. En hij zei dat wordt gepopt als een nigger met je fok, Def. Bondi.